How-to water zuiveren. In het water uit de natuur zitten ziekteverwekkers. Dat kunnen van klein naar groot zijn de virussen, de bacteriën en de protozoa. En die moeten allemaal uitgeschakeld worden. De beste methode om dat te doen is natuurlijk koken. Alleen dat kost tijd en je hebt geen koele slok. En daar hebben we juist behoefte aan. We behandelen nu 5 andere manieren waardoor we betrouwbaar drinkwater krijgen. Methode 1, jodium. Jodium doodt alle ziekteverwekkers. Nu kennen we jodium in de vorm van betadine, maar dat is niet betrouwbaar genoeg om water te zuiveren. Wat je moet hebben, dat zijn de zuivere jodiumkristallen. Die zijn in Nederland verkrijgbaar. Daarmee maak je de verzadigde jodiumoplossing. Dat betekent dat je 8 gram van die kristallen gebruikt op een hoeveelheid van 30 milliliter water. Dat geeft die verzadigde oplossing. Goed schudden, nachtje laten staan en je waterzuiveringsmiddel is klaar. Wat je vervolgens doet is daar 15 cc uithalen, bij een liter water voegen, kwartiertje laten staan en je kan het gewoon drinken. En op die manier kan je met een hele kleine hoeveelheid kan je honderden liters water zuiveren. Want na afloop vul je de 15 cc gewoon weer aan, desnoods met ongezuiverd water. Zeer betrouwbaar en heel goedkoop. Maar er zitten ook nadelen aan vast. Het inslikken van deze kristallen kan namelijk zelfs dodelijk zijn. Verder moet je het niet gebruiken als je zwanger bent of als je last hebt van je schildklier. En bij langdurig gebruik, dat wil zeggen maanden, dan moet je het ook niet gebruiken. En verder geeft het een kleine bijsmaak, maar dat kan je weer oplossen door de vitamine C-pilletje erin te gooien. En dan nu de 3-trapsmethode. De eerste trap bestaat uit het zogenaamde microfilter. En dan zien we al het voorfilter, dat houdt gelijk de grote delen tegen. Vervolgens ga je pompen en daarmee hou je de bacteriën en de protozoa tegen. Die komen hier niet doorheen. De tweede trap bestaat uit het toevoegen van chloor, Hadex heet het flesje. 5 druppels op een liter water, half uurtje laten staan. En ook de virussen zijn dood en je kan in principe drinken. Dan geeft chloor natuurlijk een bijsmaakje, hou je daar niet van. Dan komt de derde trap en die bestaat uit het toevoegen van een pilletje koolstof, Norit. En dan is ook de bijsmaak verdwenen. Ook hier zitten helaas weer nadelen aan verbonden. Je moet tijdens de tocht zelf vaak dit filter reinigen. En dat gaat vrij eenvoudig. Dat doe je zo. Je haalt de ragger er doorheen. Maar daarmee verwijder je ook een deel van het microfilter hierin. En als je dat dus vaak doet, dan raakt die wand te dun. En dan moet je hem vervangen. Dat moet je goed bijhouden. En dat is kostbaar. Tot slot moet je hem natuurlijk na afloop droog en schoon opbergen. Methode 3. Het Care Plus waterfiltertje. Dit is een heel klein waterfilter, in feite een microfilter. Heel handig voor als je niet vele liters water hoeft te zuiveren, maar er af en toe wel op aangewezen bent. Het enige wat je nodig hebt is deze waterzak. Daar kan je, om de virussen uit te schakelen, natuurlijk nog de chloordruppels ingooien. Vervolgens draai je het waterfilter op de zak. Je zet dit aan je mond. Knijpen en je hebt zuiver water. Methode 4, pasteuriseren met de Steripen. Pasteuriseren, dat doen we met UV-licht. UV schakelt in feite ook alle ziekteverwekkers uit. Komt natuurlijk bij de zon vandaan, maar een veel krachtigere bron is de Steripen. En belangrijk daarbij is dat het water wel goed voorgefilterd wordt. Want als er grote delen in zitten, dan trekt dat het UV-licht aan. Dat moeten we niet hebben. Vandaar het voorfilter. Vervolgens heb je je fles te zuiveren water. Een drukje op de knop. Hij gaat erin. En het lampje gaat knipperen. Je roert hem wat rond. En op een gegeven moment gaat het lichtje uit. En dan betekent dat dat het water erin gezuiverd is. Op het moment dat de lamp uitgaat, gaat hier een groen lampje branden, is het water volledig vrij van ziekteverwekkers en kan je het lekker drinken. De laatste methode, die is vrij recent ontwikkeld, dat is de Guardian Purifier van MSR. En dankzij de ingeschaalde holle vezeltechnologie doodt hij alle ziekteverwekkers in één klap. Groot voorfilter. En dan komen we gelijk ook bij de kanttekeningen. Hij is nogal fors, hij is aan de prijs en hij is daarom meer geschikt voor groepsgebruik. Maar hij zuivert als een tierenlier. Het gaat hartstikke snel, hartstikke goed. 2,5 liter per minuut. En je ziet het. Geen UV-licht, geen wachten, geen onderhoud in het veld. Ook heel belangrijk.
geen bijsmaakjes. Ah, heerlijk.